Trainer Henk de Jong, hoe trots ben je op de jongens dat ze dit op een mat kunnen leggen vandaag? Ja, het is echt. Hek in de rust al gezegd, jongens, wat er ook gebeurt. Hoe we het de eerste helft doen, dat doen we gewoon hartstikke goed tegen een heel compact spelend NEC de eerste helft. In de tweede helft kwamen ze er meer uit, kun je ook zien dat ze goed kunnen voetballen. Maar het is nog net de eindpaas of net het laatste stukje kracht. En we geven al zoveel. Hè? De jongens die geven zo, op de trainingen zie je het, maar je ziet ook in de wedstrijden. Wij zetten zo'n druk dat we de buitenspelers moeten lopen. Robert loopt, alles loopt. En dat zag je in de tweede helft na de 1-0. Toen viel een beetje van ons af. En eigenlijk moet je dan makkelijker gaan voetballen. En toen werd het even moeilijker. Had je wel de hele wedstrijd het gevoel van deze wedstrijd gaan we winnen? Nou, we hebben eigenlijk niks weggegeven. Op één kans voor mij. Dat was vlak na de 1-0. En voor de rest hebben we niks weggegeven. Geen kans. Dus dat vind ik wel heel knap ook. Want onze verdediging heeft nogal wat en blessuretjes en het coronagevalletje. En dat soort dingen gehad. Nou, geweldig hoe die jongens het gedaan hebben. Sven die startte vandaag ook in de basis door die blessures ook onder andere. En meteen het eerste doelpuntje van 2020 maar meepakken. Die had ik niet genoteerd. Nee, hij is samen topscorer met Muren. Ik zei tegen Muren, hij is topscorer samen met jou. Niet lang. Ja, vind ik mooi. Vind ik mooi van Robert. Jasper ter Heijden, je eerste competitiewedstrijd bij SC Cambuur is achter de rug. Tevreden? Jawel. Algemeen. Ik had natuurlijk wel een paar slordige momentjes, maar die moeten er wel uit. En voor de rest was heerlijk. Het was goed voetbal en terecht gewonnen, dus ik ben helemaal blij. En die jongen kan echt goed voetballen. Is echt trots dat hij voor deze club speelt. Hè? Toen ik hem vorig jaar belde, hij zei train. Echt? Ik zei ja. Zij komt bij ons voetballen. En het is een mooie club, man. En de mensen zijn gek met je. Ja, ik voel me heel prettig hier. Ze hebben me goed opgevangen. En ik voel me helemaal thuis hier. En het publiek ook. Het was echt fantastisch. Toen ik het veld opkwam, vuurwerk in de rust. Dus het was heel mooi. Toch van de omstandigheden ook, hè? Ondanks de coronatijd, denk ik. Ja, zeker. Ja, ik denk dat het nog wat leuker is als het nog voller is. Maar dit was al heel wat. De 12e man is onze kracht. Hè? En nu halen we daar ook kracht uit. Hè? Dat de mensen achter ons staan. Ah, we moeten het weer hand in hand doen. Ik hoop niet dat het lang duurt. Maar ja, dat weet ik niet.